hart te bedanken dat hij hier aanwezig wilt zijn en het boek in ontvangst wil nemen. Ik wil Erwin de Bruin, directeur van het Kurhaus, bedanken voor zijn facilitaire ondersteuning. Dat heeft hij zeer ruim gedaan. En ik wil uiteraard Els van Wezenbeek complimenteren met het fantastische resultaat van het boekje. Ah, kijk. Nou, het is... het hot item, dat je het zo heerlijk hier binnen zou gaan stoppen. Dus, want dit is echt heel lastig zoeken. Wat... En waarom? Omdat het over circus gaat. Ik ben er trots op, want ik heb het net gekocht namelijk. En dit is een geweldig boek. En waarom heb ik dat nou hier? Omdat ik het eigenlijk even over kunst wil hebben. En dan zeg ik, wat is kunst? Nou, kunst is, vind ik, verwondering, verbazing. En meer is het eigenlijk niet. En het leuke is, als je als kind naar een circus gaat, naar al die dingen die erin staan, dan word je al gauw verbaasd of verwonderd van een circusprogramma, van nummers die daarin staan. Ik wil even een groot compliment maken aan de Roduins, dat ik angstig iets heb voorgesteld. Van, ga nou niet in de fout, wat we allemaal of veel te veel doen, de bekende BN'ers, bekende Nederlanders, bekende Hollanders, dat zijn de BH'ers, zou ik zeggen. Dat ik Gert van der Vijver, zandkunstenaar, mag introduceren. Ga je gang. Thank you.
die hebben het handige boekje, burgemeester, uit de zak. Hij kan in de zak blijven, want er gebeuren geweldige dingen, zoals u zelf het voorwoord heeft geschreven. En genieten allemaal van dit prachtige exemplaar. Het doosje gaan we straks pakken. Hè? En Heel kort, want ik vond dit, ik heb samen met de kinderen hier vooraan echt verwonderd zitten kijken. Dit is echt iets geweldigs. Ik had dit nog nooit gezien, zonder dat het ook met één weg is. Ja. Maar goed, we hebben het hier. Ik denk, Karel, het is precies wat jij zegt. Hier spreekt verwondering uit. En hier zo naar kijkend, natuurlijk ook de muziek en de Evening at Sea. Je krijgt iets heel lang Byzants over je. En je hebt echt zo'n avond in Scheveningen. Zoals we hier zijn, allemaal Scheveningers per slot van rekening. Zoals wij dat weten, maar gelukkig die vele, vele die hier naar Scheveningen komen. Het is een, toen jij aan die mooie box waar dat grote boek kwam, dacht ik, ja, circus. Scheveningen heeft voor mij naast het strand van mijn prille jeugd ook het circustheater en het circus wat hier toen was, die reminiscentie heeft Scheveningen. Het is zonder Scheveningen, laten we nou maar wel wezen, zou Den Haag niet de stad, de wereldstad aan zee zijn. Dus we hebben Scheveningen te danken en we hebben het te danken aan onze grote Huygens die ooit bedacht, way back, dat Den Haag, die wat kleine, petiterige stad die het toen was het ook nog eigenlijk niet, maar verbonden werd via de Zeestraat met de zee en we mogen Huygens en uiteraard de Scheveningers tot op vandaag dankbaar zijn en we gaan er een fantastisch seizoen van maken. Ja, kunnen we nu? Jongens, komen jullie allemaal even naar beneden? Dat is wel zo leuk voor het plaatje. Thank you.